Als je in Windows 7 of Windows 8.1 meerdere vensters van één programma open hebt staan, verdwijnen die in de taakbalk onder één knop. U moet dan met de hand kiezen welk venster u precies wilt openen. Dit kan vervelend zijn als u ergens aan werkt, waarbij u vaak tussen vensters wisselt. We laten in Windows 8.1 zien hoe u vensters naast elkaar op de taakbalk zet. Deze methode werkt ook voor Windows 7. Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op de taakbalk. Klik op Eigenschappen. Een venster verschijnt en het tabblad Taakbalk is al geopend. Selecteer achter taakbalkknoppen de optie Nooit combineren. Klik daarna op OK. U ziet dat de vensters nu naast elkaar op de taakbalk staan. Wilt u de vensters weer groeperen, dan klikt u achter taakbalkknoppen op Combineren, Labels verbergen.